Er zijn 3 culturele codes waarmee jij kunt bijdragen aan een inclusieve, eerlijke en transparante cultuursector. De code diversiteit en inclusie, de fair practice code en de governance code cultuur. Hoe pas je deze codes toe? De code diversiteit en inclusie helpt bij het verbreden van de diversiteit en het vergroten van de meerstemmigheid in de samenleving. Denk aan een koor dat inclusiever wil zijn en in gesprek gaat met andere koren. Of aan een museum dat de locatie toegankelijk maakt voor mensen in een rolstoel. En ook een theater dat in de middag een prikkelarme voorstelling programmeert. Met minder lichteffecten, zachte muziek en minder mensen. De Fair Practice Code geeft richtlijnen om te zorgen dat iedereen onder eerlijke omstandigheden werkt en daar redelijk voor wordt betaald. Dit is bijvoorbeeld een erfgoedvrijwilliger die niet alleen de materiaalkosten meeneemt in zijn begrotingsplan, maar ook de betrokken professionele choreograaf. Of denk aan een danscrew die de opbrengsten ook deelt met de graffiti-artiest die de achtergrond van een muziekvideo heeft gemaakt. Of een Centrum voor Kunst en Cultuur dat zorgt voor scholing van medewerkers en docenten. De Governance Code Cultuur schrijft een verantwoord en transparant bestuur voor en het toezicht daarop. Bijvoorbeeld een dansvereniging, waarbij een ander filmbureau dan die van de voorzitter wordt ingehuurd om belangenverstrengeling te voorkomen. Of een literatuurfestival dat een voorbeeldrol aanneemt door haar jaarverslagen openbaar te maken. En ook een fotografiemuseum dat toezichthouders actief meeneemt in belangrijke beslissingen. Hoe ga jij de codes toepassen? Lees meer op cultuurparticipatie.nl/codes.